Het productiehuis Mediadoom heeft recentelijk aangekondigd dat ze werken aan een grootschalige musical die het leven van voormalig koningin Beatrix zal belichten. Deze aankondiging kwam echter met een interessante wending. Het huis heeft direct de voormalige koningin zelf benaderd om deel te nemen aan het creatieve proces, maar zij heeft vriendelijk bedankt voor het aanbod. Dit nieuws is bevestigd door de Rijksvoorlichtingsdienst, RVD, naar vragen van het ANP. De musical, gepland om eind 2026 in première te gaan zal worden opgevoerd in een speciaal daarvoor gebouwd theater in het Brabantse Best. Hoewel de muziek nog in de maak is en de kast nog moet worden samengesteld, belooft producent Okke Verberg een indrukwekkende voorstelling die het hele spectrum van Beatrix leven als koningin zal belichten, van hoogtepunten tot uitdagingen. Verberg benadrukt dat de musical niet alleen bedoeld is als eerbetoon aan de voormalige koningin, maar ook als een historisch en cultureel statement dat de evolutie van de Nederlandse samenleving gedurende de afgelopen decennia weerspiegelt. De keuze van Beatrix om niet deel te nemen aan het creatieve proces, zoals bevestigd door de RVD, onderstreept haar bescheidenheid en terughoudendheid om terug te blikken op haar koningschap. Hoewel ze nog steeds actief is in het openbare leven en regelmatig deelneemt aan publieke evenementen, heeft ze sinds haar aftreden in 2013 weinig behoefte getoond om persoonlijke zaken publiekelijk te bespreken. Het feit dat de RVD en het Koninklijk Huis geen bemoeienis hebben met de productie benadrukt de onafhankelijkheid van het project. Het is een interessante keuze van mediadoom en verberg om het verhaal van Beatrix te vertellen zonder directe betrokkenheid van het koningshuis. Dit opent mogelijkheden voor een creatieve en genuanceerde benadering van haar leven en nalatenschap. Het is duidelijk dat de musical over Beatrix niet alleen een artistiek project is, maar ook een historisch document dat de Nederlandse geschiedenis en cultuur wil vastleggen. Het belooft een boeiende en gedenkwaardige voorstelling te worden die het publiek zal laten reflecteren op de betekenis van Beatrix voor Nederland en haar rol in de ontwikkeling van de samenleving gedurende de afgelopen decennia.